of is er daarin alsnog gelijk te krijgen, of dat dit dan de eerste generatie Qashqai is waarbij ze wat dat betreft in ieder geval een klein beetje achterlopen op de rest, gaan we zien. Als we nou toch één automerk mogen noemen dat 10 jaar geleden ongeveer een heel erg vooruitziende blik had, dan is het wel Nissan. Want ga maar na, hè? Het elektrisch rijden verzagen ze al, want ze waren in 2010 al paraat met de Nissan Leaf. Maar ook onze liefdesrelatie, wij Europeanen, met de crossover. Zowel in het C-segment met de Qashqai uit 2007 als met de Nissan Juke in het B-segment, die ietsje daarna kwam, waren ze de eerste, of anders wel een van de eerste. En alsof dat niet knap genoeg is, is in Nissan ook nog eens gelukt om dat succes vol te houden. De wet van de remmende voorsprong die gaat niet per definitie voor Nissan op. Wel in zaken de Leaf, dat is een ander verhaal. Maar als we het hebben over die crossovers, dan zie je dat zeker de Juke jaar na jaar na jaar na jaar, generatie na generatie, de best verkochte of anders een van de best verkochte crossovers in het C-segment van heel Europa was. En ook in Nederland. Elk jaar weten ze er toch een stuk of 4, 5, 6.000 af te zetten. Oorzaak daarvan is, als je het terugkijkend beschouwt, dat ze een soort van gemiddelde weten te vinden van wat mensen willen. Hè. De Juke en ook de Qashqai zijn nooit auto's geweest die ergens in uitblinken, maar ze schieten ook nergens heel erg grof in tekort. En dat is blijkbaar voldoende voor succes. Een groot voordeel was ook wel dat ze heel goedkoop waren. Je had vroeger al een Nissan Leaf voor, 22.000 euro vanaf. Dat is niet meer. Nissan, zoals zoveel andere merken, gaat in het crossover segment de stap wagen naar subpremium. A, omdat er natuurlijk meer geld te verdienen is. Maar B, is het ook logisch. Auto's worden in het algemeen duurder. Er moet steeds meer uitrusting op, waardoor je al een hogere basisprijs hebt. Is het heel lastig om aan de onderkant van de markt ook nog iets te kunnen verkopen wat echt heel erg redelijk geprijsd is. Dus de prijs is omhoog gegaan, maar je krijgt er ook meer voor terug. Hij begint bij 33 en een beetje, maar dat is natuurlijk de versie die alleen maar voor de advertentie is. Reken op 35,5 à 36 voor een fatsoenlijke instapper. Dan gaat het richting de 40 voor de auto met een beetje uitrusting, 19-inch wielen en dat soort dingen. En dan de auto die we hier bij ons hebben, ja, die kost alweer bijna 50.000 euro als je kiest voor een beetje een leuke lakkleur. Krijg je dus wel 20-inch wielen. Wat je ook krijgt is een 158 pk 1.3. Maar daarover meer als we gaan rijden. We lopen eerst even een klein rondje nog eromheen om te zien wat we hebben. Ja, het is natuurlijk erg lastig om vandaag de dag nog een auto te tekenen in dit segment. Zeker waar letterlijk elke fabrikant in navolging van Nissan nu actief is. Om iets te tekenen wat niet op iets anders lijkt. Dus ja, daar zitten wel wat vleugjes Peugeot 308 in. De Opel die op hetzelfde platform staat, die herken ik er ook wel een beetje in terug. Maar dat maakt niet uit. Hij heeft ook wel weer zijn eigen features. En het is, en dat is het allerbelangrijkste, niet per se een hele lelijke auto om te zien. Hè? Laten we wel wezen. Die strakke heuplijn en zo. Two-tone lak. Grote wielen die dus van vooraf aan in het ontwerp zijn meegenomen. Daar is ook wel over nagedacht, duidelijk. En dat kun je dus zien aan de bandwang. Het is niet alleen een grote velg, maar er is dan ook nog een beetje band over. A, dat staat beter. En B, dat is goed voor het afvoercomfort. Maar nogmaals, dat gaan we allemaal natuurlijk zien tijdens het rijden. Om te zien dus alvast weer een aardige kandidaat. Maar ja, er is natuurlijk nog zoveel aan een auto tegenwoordig voordat we tot een totaaloordeel kunnen komen. Dus stap met me in, gaan we een stukje rijden en zien we of de derde generatie Nissan Qashqai het succes andermaal gaat verlengen. Zo, daar gaat hij dan onderweg in de nieuwe Nissan Qashqai. En laten we, om het gemakkelijk te maken, maar beginnen met de resterende huishoudelijke mededelingen. De prijsopbouw is redelijk hetzelfde als dat die voorheen is geweest. Dus er is vrij weinig te kiezen. Er zijn gewoon 5 uitrustingsniveaus. De instappers die krijgen een 140 pk 1.3 liter turbo. Het topmodel een 158 pk versie van dezelfde motor. Het is natuurlijk de 1.3 die we ook kennen van Renault, die we ook kennen van Mercedes. En dat betekent handgeschakelde 6-bak standaard, optioneel 7-traps DCT-automaat. Aandrijflijn waarover we niet altijd even aardige dingen hebben gezegd, zeker in onze Mercedes-Benz duurtester. Ja, dat is misschien ook een beetje hoe je het bekijkt. Hè? Je zit dan in een Mercedes-Benz en dan wil je misschien net een strapje hoger qua raffinement. En dat is nou net niet wat deze super downsize motor heeft. Het is maar een 1.3 turbo en dat merk je ook wel. Als je hem gaat uitwringen, dan klinkt hij wat hees. En ook het aangrijpen van de bak bij wegrijden is soms wat houterig. Het inschakelen van de achteruitstand duurt lang.
Dat gezegd hebbende, je merkt ook duidelijk alweer dat die combinatie weer wat ouder is. En dat betekent dus dat er weer meer ontwikkelingswerk is gedaan. En in deze Nissan werkt het allemaal net weer wat fijner. Het reageert snel, het is minder houterig dan het ooit is geweest. Kan ook misschien gewoon liggen aan de know-how die ze bij Nissan wel hebben. En bij Mercedes niet, of bij Renault. Of dat ze er meer tijd en geld in hebben gestoken om het goed te krijgen. Maar hoe dan ook, eigenlijk voor het segment best wel een prettige aandrijflijn. Wat er ook mee te maken zou kunnen hebben, is dat... De motor in deze auto met een mild hybrid systeem wordt uitgerust. Mild hybrid klinkt als een omvangrijk elektrisch systeem. Feitelijk is het gewoon een oversized starter dynamo generator. Dus een apparaat dat een vrij grote dynamo, die dus in korte tijd als je gas loslaat, zoals nu veel remenergie weer uit de motor kan halen, slaat die op in een accu. Dat betekent dat hij meer gebruik kan maken van het start-stop systeem. Langer, hè, omdat je de radio en dergelijke dan op die accu kunt uitlopen. Of als jij gas geeft, dan kan hij ervoor zorgen dat die dynamo in plaats van als een generator als een motor werkt. Dus dan geeft hij de motor een extra slinger, waardoor je iets minder brandstof verbruikt. Enfin, het is fijn om de pieken in de consumptie een beetje af te vlakken. En misschien is dat ook wel de oorzaak dat het in deze aandrijflijn allemaal net ietsje soepel loopt. Nou, verder is er dus niks te kiezen. Straks wel. Er komt een namelijk bizarre aandrijflijn waarin de motor... je rijdt eigenlijk op elektriciteit, altijd. Maar in plaats van dat die uit een oplaadbaar accupakket wordt gehaald, wordt hier een hele kleine accu gehaald die onderweg continu wordt bijgeladen door een verbrandingsmotor. Je zou zeggen dat kan nooit heel efficiënt zijn vanwege alle verliezen die daarbij optreden. Maar goed, dat gaan we later zien. Nissan ziet er wel brood in en het gaat dus komen. Maar dat is dus later. Waar we nu dus mee rijden is alleen maar een 1.3 en je kunt kiezen uit automaat of niet. Nou, als we dan verder om ons heen kijken, ook weer natuurlijk afhankelijk van welke van de 5 niveaus je kiest. We rijden nu in de duurste en ja, nou, dit is niet, zal ik maar zeggen, de Nissan Qashqai zoals hij in 2007 was. Nissan Europa is nadrukkelijk de afdeling die deze auto ontwikkelt. En dat zie je. Wij Europese snobs vinden bepaalde dingen in interieurs heel belangrijk. Zoals een zachte toplaag van het dashboard. En de dingen die je veel aanraakt, zoals handgrepen en zo. Daar moet dan leren omheen. En dat zit hier ook allemaal in. Het afwerkingsniveau is inderdaad wel weer een treetje hoger. Inderdaad nadrukkelijk sub-premium. Het ziet er op het eerste oog wel heel fraai uit. Als je een beetje gaat drukken en zo, dan is het toch wel een mix van wat goedkoop plastic en inderdaad keurig leer. Verder heel conservatief qua setup. Geen enorm scherm, wat je natuurlijk in steeds meer auto's ziet. Is dat kritiek? Nee, niet per se. Want het betekent wel dat je bijvoorbeeld een infotainment scherm hebt met knoppen eronder, snel toetsen. En dan zo'n goed fysieke toetsen die je dus blind kunt vinden. En een draaiknop voor het volume en een draaiknop voor zoomen. En ook een aparte cluster voor de airco, waardoor je niet altijd in menu's hoeft te scrollen. En ook aparte knopjes voor de ruitverwarming en de stuurverwarming en de stoelverwarming. En dus het ziet er ouderwets uit, maar ouderwets... merken wij steeds meer, is eigenlijk niet eens zo heel erg verkeerd. Het is beter dan altijd maar dingen in menu's wegstoppen en daarin moeten gaan zoeken. Enfin, dat is dus wat deze Nissan Qashqai is. Redelijk conservatief en daardoor goed. Zitpositie is bij deze auto altijd goed geweest. Fijne stoelen, grote verstelbaarheid van stuur, zowel axiaal als omhoog en omlaag. Zicht rondom, ja, wat moet je ervan zeggen? Het is bij bijna alle auto's tegenwoordig... een bepaalde drieletterige afkorting en dat is bij deze ook, want ja, vanwege de vlotte lijn die zo'n auto als dit van achter moet hebben, is de achterkant een beetje dichtgemetseld. Maar daar heeft Nissan traditioneel altijd een enorm leger aan veiligheidssysteem voor. Dus ze waren ook een van de merken die dat als een van de eerste zagen dat dat heel belangrijk was. Nissan Shield noemden ze het en die knop zit hier ook weer op. Dus je hebt je lane keeping assist, je bots dit, je dode hoek sensor. Het is een hele uitdaging om deze auto schade te rijden. Als je ziet wat voor waslijst aan veiligheidssystemen erop te krijgen is. Parkeercamera's, de hele reutemeteut, noem het maar op. In zaken raffinement zijn ook mega stappen gezet. Zeker vergeleken bij de eerste generatie Nissan Qashqai. Dat was echt een enorm luidruchtige auto. Ook omdat hij een 1.6 zonder turbo had. Die heel veel toeren draaide. Heel hakerige versnellingsbak had hij ook. En dat is allemaal weg. Er zit heel veel geluidsisolatie in. Ook al rij je met 20 inch wielen rond. Merk je toch dat de wielkasten zodanig zijn geïsoleerd dat het geruis van die banden, wat natuurlijk altijd vrij stevig is, dat het niet nadrukkelijk het interieur binnenkomt. Het motortje is maar een 1.3, dus zolang je niet vol gas geeft. Als ik dat wel doe, dan is hij wel vrij aanwezig. Maar doe je dat niet, dan verdwijnt hij rustig naar de achtergrond.
Ja, en zo komt er dus weer een plaatje naar boven van de Nissan Qashqai, zoals hij altijd al is geweest. Een ontzettend allround auto, waar vrij weinig op is af te dingen. Dan kunnen we van de eerste en in mindere mate de tweede generatie ook zeggen. Dat was echt nog een serieus leuke auto om te rijden. Heel lichtvoetig, heel speels, bijna een soort van, ja, typisch als een Franse hatchback. Dus van voren zacht en van achteren een beetje stijf, waardoor die lekker de bocht inhoekte. En dat is iets wat je niet zo nodig verwacht van een crossover. Wat dat betreft is het wel wat meer volwassen geworden, moet ik zeggen. Het is niet meer dat echt het idee dat je een beetje in een GTI-achtige zit. Maar het is nog steeds wel goed. Nissan gaat er ook prat op dat ze deze generatie veel lichter hebben gemaakt dan de vorige. Door onder andere gebruik van composieten en aluminium in het bodywork. Dat is natuurlijk allemaal gedaan om het gewicht omlaag te krijgen. En daarmee het verbruik omlaag te krijgen. Wat moet vanwege Europese uitstootregels. Maar goed, dat een auto lichter maken, zoals Colin Chapman van Lotus al zei. Dat is eigenlijk het grootste goed. Want dat is een voordeel dat, ja, dat merk je in alle aspecten van een auto en dus ook het weggedrag. Hij is, ook deze is op zijn eigen manier best wel weer lichtvoetig. Wel door die grote wielen, natuurlijk voel je wel als je over korte oneffenheden gaat, dan voel je wel het gewicht van de wielen, maar in principe wordt het allemaal best wel goed afgedempt. En als je dus een keer een grotere hobbel zoals een drempel hebt, die kan je heel makkelijk verwerken met die grote wielen en fijn afgestelde schokdempers. Echt lichtvoetig is hij dus niet meer, maar hij, ja, op zich draait hij best wel aardig de bocht in. Beter dan, laten we zeggen, de gemiddelde Duitse concurrent. Die liggen allemaal wat saaier, wat vaster op de weg. Nadelen, ja, de besturing die eraan vastzit, die is wat mij betreft wel te gevoelloos en te artificieel. Die rond de middenstand extreem licht. En het laatste stukje zelfrechtend effect ontbreekt een beetje, waardoor hij een beetje nerveus zich aanvoelt. En als er dan eenmaal gewicht in komt, ja, dan voel je dat de druk in de besturing weer heel snel oploopt. En daardoor is het een heel kunstmatig gevoel. Hetzelfde geldt ook een beetje voor de rem. Heel erg te licht, overbekrachtigd. Dus het is wat dat betreft niet echt meer een rijdersauto. Het is echt meer op maximaal comfort en afstandelijkheid afgesteld. Maar dat is het wel een beetje. Het enige wat je hem dan verder natuurlijk zou kunnen aanwrijven is een tamelijk hoge prijs. Maar ja, auto's zijn nou eenmaal duur geworden. En als we nog één ding mogen noemen wat misschien beter had gekund: een gebrek aan diversiteit in het aandrijfaanbod. Kijk, dat er geen diesel beschikbaar is, daar kunnen wij in Nederland wel mee leven. Maar er is geen plug-in hybride en een elektrische versie ook niet. Er komt natuurlijk een Nissan Ariya, een andere crossover van Nissan die weer wat hoger in de markt staat. Maar je moet eigenlijk als fabrikant iets met de stekker aanbieden tegenwoordig. Waarschijnlijk om mega volumes te kunnen draaien. Of Nissan daarin alsnog gelijk te krijgen. Of dat dit dan de eerste generatie Qashqai is waarbij ze wat dat betreft in ieder geval een klein beetje achterlopen op de rest. Gaan we zien. Het is in ieder geval weer, als je de duurste versie in ieder geval rijdt. Echt weer die allrounder die het ooit was. Die het altijd is geweest. En die het nu weer is. Niet de beste op enig vlak. Maar ook in geen enkel aspect zo slecht dat je hem niet als redelijke kandidaat op jouw shortlist zou moeten zetten, denk ik.